Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid heeft zich op zondag 9 augustus georiënteerd bij het regionaal ziekenhuis Manica. Het is het tweede officiële bezoek van de bewindsman aan het hospitaal. Bij dit tweede bezoek heeft minister Ramadien de tent, die is neergezet om de COVID-19 geïnfecteerden te kunnen onderbrengen, geïnspecteerd. De volksgezondheidsminister zegt in gesprek met de communicatiedienst Suriname het volgende. We staan hier in een mobiele faciliteit, nou ja, een aparte faciliteit op het terrein van het Wanica ziekenhuis. Dat is een faciliteit die wij hebben laten opzetten voor de opvang van positief geteste personen. U weet, sinds ik met zijn aantreden ben ik geconfronteerd met een gering capaciteit aan opvang. Positieve patiënten waarvan de capaciteit in Suriname zo gering was en op de druk hoog was, dat wij moesten uitkijken naar mogelijkheden om onze capaciteit initieel en heel snel uit te breiden. We hebben dus daartoe vorige week besloten om een grote tent op te zetten op het terrein van Wanica. We hebben ervoor gekozen om een tent op te zetten waarbij in deze tent en in deze faciliteit de mensen die milde gevallen dan, maar wel positieve gevallen, hier gehuisvest kunnen worden. En waarbij in ieder geval een flow is, een goede flow, als de mensen zich erger mochten voelen en de situatie en de conditie verslechtert, dat zij heel snel kunnen gaan in de ziekenhuiszorg. Die eigenlijk op steenworp afstand is. U begrijpt dat patiënten, maar vooral COVID-patiënten, ineens kunnen verslechteren en dat je dus heel snel erbij moet zijn. Aangezien wij moesten besluiten, hebben we dus hier een ruimte, gelukkig, om de tent op te zetten. En vandaag heb ik inderdaad de rondleiding gehad. De capaciteit van opvang is ongeveer tussen de 90 en 100, zoals ik hem heb laten vertellen. We kunnen uitbreiden een beetje. Maar wat ook nog uniek is aan deze faciliteit, is dat wij dus ook een triagepost hebben. We hebben een toilettengroep laten opzetten. 10-10 badfaciliteiten en toiletgroepen. We hebben een capaciteit van 100, zoals ik al zei, tussen de 90 en 100 exact. En de bedoeling is dat wij een dergelijke faciliteit spiegelen aan de overkant, zodat wij dat kunnen uitbreiden, opschalen naar ongeveer 200. De bedoeling is dat wij dan proberen de COVID-zorg zo centraal mogelijk te houden op één plek. En dat wij ook onze human resources heel goed kunnen inzetten. Dus behalve dat je de mensen hier hebt, als vanwege het feit dat het ziekenhuis ook hier is, de ziekenzorg, dat wij dan ook in principe de mensen kunnen verdelen, de human resources, want de mensen met milde klachten hebben minder zorg nodig. Ze hebben minder aandacht nodig, maar ze zijn wel, dus onze verpleegkundigen zijn dus wel op locatie om in te grijpen indien nodig. Voor mij als directeur en voor het personeel is dit een heel belangrijk moment. Vanaf het begin dat het Wanica ziekenhuis was aangewezen aan de COVID-designated hospital, hebben we dus gelijk gedacht aan de uitbreiding. In case er een piekperiode zou komen, waar gaan we de patiënten opvangen? En u heeft dus ook kunnen opmerken, door COVID, je hebt patiënten die er heel slecht aan toe zijn, maar patiënten met heel milde klachten. Die patiënten werden dus opgevangen in het KKF en in het Residence Inn Hotel. Weliswaar, als een patiënt zich verslechterde op een van die twee locaties, moest de patiënt dan vervoerd worden naar het Wanica ziekenhuis of de overige collega ziekenhuizen. Met onze eigen isolatieruimte voor COVID-patiënten met milde, daar heb ik het over zeer milde klachten, zijn ze dicht bij het ziekenhuis, kunnen we makkelijker poolen met onze human resource en kunnen we op die manier de zorg verbeteren. Jezelf beschermen tegen het coronavirus is niet moeilijk, maar het is wel vermoeiend. En
als je uiteindelijk toch klachten krijgt of klachten ontwikkelt die passen bij deze ziekte. En zoals ik al zei, het kunnen dus simpele klachten zijn, zoals hoofdpijn, pijn achter de oogbollen, keelpijn, een beetje lichaamspijn. Sommige mensen zeggen een beetje gevoel van binnenkoorts en soms zelfs diarree. Als je deze klachten ontwikkelt, moet je één ding altijd in mind houden. Voor kies corona en noa shing. Maar noa shing te jou prating. Dus, als jij een van deze klachten ontwikkelt, zorg ervoor dat je die dag niet naar het werk gaat, niet uit huis gaat en meteen contact opneemt met de 178 hotline. En dan zullen wij het van daaruit verder oppakken. En hartelijk dank voor iedereen's medewerking om deze outbreak uiteindelijk in te dammen.